Sicilië. Sicilië. Hoera! Ze zijn geland op Sicilië. Wie zijn er geland, opa? De Tommy's natuurlijk, onze Engelse vrienden. En de moffen zijn op de vlucht. Zo. En nu kan het niet lang meer duren. Maar opa, die is toch voor de bevrijding? Ja, jongen. En die komt met iedere slok dichterbij. Eind 1943 wordt Duitsland inderdaad stap voor stap teruggedreven. Vanuit Rusland door het Rode Leger. En vanuit Noord-Afrika vallen Engelse en Amerikaanse troepen Sicilië binnen. Dat is in het zuiden van Italië. Het is nog een lange weg naar Nederland. Daarom hopen velen op een aanval vanuit Engeland. Zodat we eerder zullen worden bevrijd. Als de bevrijders komen, komen ze dus vanuit Engeland. Van over zee. Nou, waar ze aan land gaan, weten we niet precies. Maar dat ze aan land gaan, willen de Duitsers kost wat het kost voorkomen. En daarom bouwen ze helemaal vanuit Noorwegen, langs Denemarken, Nederland, België, Frankrijk tot aan Spanje, 10.000 bunkers met kanonnen. En ze leggen miljoenen mijnen langs de kust, zodat de geallieerden niet aan land kunnen komen. Nou, deze muur van bunkers, die noemen ze de Atlantikwal. De bouw van die Atlantische muur is een enorm project. Meer dan 8 miljoen dwangarbeiders uit alle bezette gebieden moeten meehelpen bij de bouw. Hier in IJmuiden staan een aantal van die bunkers van de Atlantikwal. De muren en het plafond van deze bunker zijn wel zo'n 2 meter dik. Kan je nagaan. Zo kunnen zelfs hele zware bommen er niet doorheen komen. De bunkers worden dag en nacht bemand door Duitse soldaten. En die leven en slapen dus ook in een bunker. In een manschappenbunker zoals deze. Vanaf hier houden ze in de gaten of er geallieerde schepen aankomen. Als ze er eentje zien, dan geven ze door waar het schip zich bevindt aan de bunkers aan de linker en de rechterkant. Want daar staan kanonnen gericht op zee, zodat er geen enkele bevrijder aan land kan komen. In 1944 weet iedereen dat er een invasie, een aanval op de Duitsers gaat komen. Alleen waar en wanneer, dat weet niemand. Rustig maar, jochie. Het is begonnen. De invasie. Volgens je opa zeker? Ja, maar deze keer is het echt. Dat was het vorige keer ook. Maar dat bleek in Afrika te zijn. Volgens je opa zijn we al lang bevrijd. Maar dat zijn we ook bijna. Want de Tommy's zitten al in Normandië. Je moet je opa niet zo serieus nemen, Joost. Die fout heb ik ook gemaakt. Hij heeft een vastlager Breveld. En die heeft het weer van Marine Stak. En dat is de buurman van Pastoor Gijzen. Dus het moet haast wel kloppen. Meneer Pastoor? Ja, en die heeft de radio. Kom. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust. Duizenden Amerikaanse, Engelse en Canadese soldaten bestormen op 6 juni 1944 de Franse kust in Normandië. Die dag wordt D-Day genoemd, het begin van de bevrijding van Europa. Een van de eerste die samen met de soldaten aan land gaat, is een fotograaf.
Deze zijn gemaakt door fotograaf Robert Capa, die meeging met de geallieerde soldaten. Die moest je zien hoe ze vanuit hun landingsvoertuigen het strand oprennen. Daar worden beschoten en er overal om hen heen soldaten vallen. Hier, kijk. Daar ligt er eentje. Bij de invasie komen ongeveer 10.000 geallieerde soldaten om het leven. Maar ondanks die grote verliezen lukt het de Duitsers niet om de Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen tegen te houden. Vanuit Engeland worden in de weken en maanden die volgen 100.000 soldaten en miljoenen tonnen wapens en andere spullen aan land gebracht. En de opmars in Europa gaat maar door. Wel wordt er op ieder dorp en iedere stad keihard gevochten. En na 3 maanden bereiken de geallieerden Parijs. De hoofdstad van Frankrijk is bevrijd. Daarna Brussel. En in september 1944 staan de geallieerden al voor de Nederlandse grens. IJsden, Eckelrade en Noorbeek bevrijd. Dat is een klap voor die moffen. Ik kan hem niet vinden, opa. Volgens mij staat het niet op de kaart. Jawel, staat er wel op. Deze is voor Eckelrade. Oh, wacht hier. Noorbeek. Maar dat ligt helemaal in Zuid-Limburg. Ja, maar die tommies, die gaan nou in 1 beweging doorstoten. Echt. Ja, dat moet haast wel. Die fles is bijna leeg. Inderdaad willen de geallieerden zo snel mogelijk een einde maken aan de oorlog. Het liefst nog voor het einde van het jaar. En daarom verzinnen ze een gevaarlijk en heel gedurfd plan. Operatie Market Garden. Duizenden parachutisten worden diep in vijandelijk gebied afgeworpen. Ze moeten in 1 keer alle bruggen over de grote rivieren de Maas, Waal en Rijn veroveren. En daarna ook verdedigen. Totdat het invasieleger vanuit België is opgerukt om hen te helpen. In het plan is deze brug over de Rijn in Arnhem een hele belangrijke plek. Want als je deze hebt veroverd, ben je al bijna in Duitsland. En dus kan de oorlog in een paar maanden voorbij zijn. Maar ja, operatie Market Garden is wel een hele ingewikkelde puzzel. Waarbij alle stukjes perfect in elkaar moeten passen. Op zondag 17 september 1944 is het zover. Duizenden vliegtuigen en zweefvliegtuigen met aan boord 35.000 parachutisten vliegen vanuit Engeland naar Nederland. Boven Arnhem worden de zweefvliegtuigen losgekoppeld en zo zweven ze naar de grond, waar ze vaak met een enorme knal neerkomen. In de zweefvliegtuigen zitten naast soldaten ook jeeps en zelfs kanonnen. Allemaal spullen die hard nodig zijn om tegen de Duitsers te vechten. En zo snel mogelijk gaan ze naar de bruggen. Als de vliegtuigen de rivieren naderen, geeft de piloot de parachutisten een teken dat ze er zijn. En springen ze boven het bezet gebied uit. Waar ze terechtkomen en wat hen te wachten staat, ze weten het niet. En al snel is de lucht gevuld met duizenden parachutes in allerlei kleuren. Die van de soldaten zijn groen. De parachutes waaraan de medicijnen, benzine en wapens hangen, hebben allemaal een andere kleur. Het is net confetti. Opa, opa, kom! Opschieten! Ja, jongen! We zijn overal! Ik kom eraan! Boven ons weiland en dat van de buren! Echt duizenden! Jongen, jongen! Tommies! Overal tommies! Wie had dat dan kunnen denken? U toch, opa? U heeft toch steeds gezegd dat ze zouden komen? Het is ook zo, jongen. Het is ook zo, maar alles komt nou goed, jongen. Kom nou toch, Riet, we worden bevrijd! Ja, ja. Dat heb jij al flink gevierd, zie ik.